Dit is een moment dat automobilisten in Leiden liever niet meemaken. De Lammerbrug gaat open in de spits. Het is zonder twijfel de grootste ergernis in het verkeer in Leiden. Het is aardig druk, zeker als de brug omhoog gaat, dan is het aardig lang wachten. De VVD in Leiden probeert het onderwerp al jaren op de politieke agenda van de provincie Zuid-Holland te krijgen, maar tot nu toe zonder veel succes. Nou ja, het probleem hier is iets dat iedereen die ooit in de spits voor een open brug heeft gestaan wel eens heeft ervaren, denk ik. Namelijk dat op het moment dat die bruggen opengaan er een enorme verkeerschaos overal in de stad ontstaat. En dat willen we gewoon niet. En daarin wordt de VVD in Leiden nu gesteund door de VVD en het CDA in Provinciale Staten. Wat het CDA en de VVD nu vragen is van kom nu met een onderzoek waarbij wij in ieder geval weten wat de gestapelde problematiek is van dit gebied en hoe het ook opgelost kan gaan worden. Wat vindt u ervan dat hij in de spits open gaat voor scheepvaartverkeer? Ja, eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk, omdat natuurlijk de spits zijn toch de mensen die het geld moeten verdienen. Dan heb je voor één zo'n klein bootje, moet je dan wachten, dat is wel lastig. Dus dan maar de bruggen dicht houden in de spits, vindt het CDA. Hoe mooi ze het milieuvriendelijke vervoer over water ook vinden. Maar op het moment dat het hier helemaal vol loopt en er honderden auto's staan blijven te ronken voor een lange tijd, ja, dan is het hele CO2-verhaal, want daar gaat het dan om, dat is dan natuurlijk van de baan. Het wachten is nu dus op het onderzoek dat CDA en VVD willen. Dus voorlopig verandert er hier niet veel. Ik denk dat rond 2022, als de bruggen dicht blijven en de Rijnlandroute er is, dat we dan een heel stuk beter door kunnen rijden hier. Nog even volhouden. Nog heel even volhouden, ja.